Goedemorgen. Wat ga je doen vandaag? Ik geef vandaag een training leren budgetteren en daarna doe ik het Jongeren Financieel Café. Nou, ik ben begonnen als vrijwilliger. Ons motto van het jongerenteam is voor jongeren, door jongeren. Ik ben zelf 24 jaar, dus ik ben zelf ook nog jongeren. En ik vind zelf dat ik de jongeren heel goed kan begrijpen en beter kan inleven in de problemen wat ze hebben. Zo, hoe was het? Ja, het ging heel goed. Ik ben blij dat de jongeren vroeg zijn gekomen. Nu hebben we meer tijd om ze te helpen. Er is een jongere gekomen die moeite had met de betaalingsregeling. Die zijn we nu aan het oplossen. En daarom is een cliënt die het saneringstraject ingaat en dossiers hebben aan het vormen. Ik ben hartstikke blij dat ze zijn gekomen, zodat we ze op weg kunnen helpen. Ja, ik heb zeker het gevoel dat jongeren goed kan helpen. Als het niet, kan ik niet direct het probleem oplossen. Ik kan ze altijd wel geruststellen en een plan maken om het probleem op te lossen. En ik zie ook dat jongeren, als ze voor het eerst komen, zijn ze heel gespannen. En naarmate de gesprekken vorderen, dan zie je gewoon dat ze steeds rustiger worden. En dan geeft ze ook aan van, hé, je helpt me heel goed. Ik ben blij met je. Je hebt een plan voor me gemaakt. Ik hou me aan het plan. Je controleert me daarop. Dat vind ik fijn. Wat ik zelf heel lastig vind, is dat als we een saneringskrediet voor jongeren aan willen vragen, moet ze zo stabiel mogelijk zijn. Als een jongere geen inkomen heeft, moet de jongere eerst inkomen gaan genereren of meer inkomen gaan genereren, een uitkering aanvragen voordat wij kunnen helpen. En dus wat is dan lastig voor jou daarin? Dat ik een jongere weg moet sturen. Of moet gaan kijken of we samen vanuit klantmanager of vanuit jobhunters op zoek kunnen naar een baan. Dan moet de jongere weer 3 maanden loonspecificatie aanleveren voordat we een aanvraag kunnen doen. Dus er zit heel veel tijd in. De dag dat ik thuis kwam, van wauw, dit heb ik kunnen doen. Nou, het is soms, komt de cliënt voor een ontruiming te staan. Hè? Als jij meerdere maanden je huur niet betaalt, dan gaat de woningbouwvereniging bij de rechter zijn huis opeisen. En als jij het gewoon niet betaalt, dan geeft de rechter daar gelijk in en dan word je ontruimd. En dat is eigenlijk aan ons de taak om zo'n ontruiming te voorkomen. Heb jij meerdere schulden? Dan kunnen we een bepaald traject ingaan en dan kunnen we ook de ontruiming voorkomen. En dat is wel het moment dat ik denk, wauw, het is me weer gelukt. Maar wat ik nog het allerbelangrijkste vind, is als een saneringskrediet aangevraagd is, cliënt heel veel rust ervaart. En ook dat na 3 jaar helemaal opgelost is, dat cliënt na 3 jaar gewoon schuldvrij is. En dat is wel het moment waarvan ik een feestje begin te vieren. Oh. Mijn werktelefoon. Oh, echt heel dringend, een ontruiming. Zo laat, 's avonds, en dan ben je nog aan het appen. Ja, sommige cliënten ervaren de nood pas heel laat in de avond. En ik als persoon weet hoe het kan zijn om zo laat in de avond hoge nood te ervaren. En dat maakt altijd dat ik mijn telefoon wel vaak nog aan heb. Wat ik dan doe, is altijd antwoord geven als het dringend is. En zeggen dat ze morgenochtend bij mij terecht kunnen. Zodat ik kan kijken wat de situatie is en hoe ik het kan oplossen. Wacht niet te lang. Pak nu je problemen aan. Anders worden de problemen alleen nog maar groter. Wij zijn er om je te helpen. Schroom niet om binnen te lopen. En vraag naar het jongerenteam. En we zullen je altijd zo goed mogelijk proberen te helpen.